Dan heb ik aan hem gevraagd, hoe lang wist u het eigenlijk al? Ik geloof 3 weken geleden, u heeft een feitenrelaas gekregen gisteren van de voorzitter van de Kamer. Hebben wij een brief gekregen waarin veel meldingen stonden over veel personen. En dat hebben wij... Maar daarvoor had u er zelf nog nooit wat van gehoord? Ik heb wel eens, u heeft er ook wel eens wat van gehoord, maar niet zulke serieuze meldingen die ook gesteund werden door het was niet nieuw voor u? Door de leiding van de Kamer. Dus het was niet nieuw voor u? Maar er zijn, deze meldingen waren nieuw voor mij. Ja, dat is in die zin interessant, ook omdat we ook weten dat er in het verleden binnen de Partij van de Arbeid ook wel dit soort discussies en problemen waren en vergeluiden waren over Ariep. Blijkbaar de ernst in die meldingen nu, dat is dan blijkbaar toch nieuw voor hem. Ja. Dat is wel interessant. Dan nog even waarom hij opstapt. Hij zegt er is heel veel kritiek. Ja, dat geeft op zich toch niet, want hij neemt geen afstand van het presidium als je zijn verklaring goed hebt. Nee, hij staat achter dat besluit om dat onderzoek te doen. Alleen hij heeft dus blijkbaar zo'n ongemak met dat hij en Partij van de Arbeid lid is en dan dus daarin zit. En dat er dan vragen zouden kunnen komen over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Dat hij daarom eruit stapt. En we begrijpen ook dat de Partij van de Arbeid geen ander Kamerlid naar voren schuift. Oh, we zijn gewoon niet meer vertegenwoordigd die in het presidium. Die partij stapt eruit. Ja.